Het gaat om een zedenmisdrijf van ruim 5 maanden geleden. Waarom is er nu pas aandacht voor deze zaak? We hebben uitgebreid onderzoek gedaan. We hebben natuurlijk de aangifte van de vrouw opgenomen, het getuigenverhoor afgenomen van de huisgenoten met wie ze hier was. Camerabeelden bekeken, we hebben getuigen gesproken, maar dat heeft uiteindelijk dus niet geleid tot het vinden van die dader. En zeker bij zedenzaken zoals deze aanranding willen wij niet opgeven. En dus zijn we op zoek naar deze man. Hij loopt hier tijdens Oud en Nieuw in metrostation Beurs. Een 23-jarige vrouw was samen met een huisgenote Oud en Nieuw aan het vieren in de binnenstad van Rotterdam. Dacht nog even iets te willen halen hier op het metrostation, iets te eten of te drinken. En liep met haar huisgenoten richting de trap, uiteindelijk om het metrostation weer te verlaten. Op dat moment wordt ze aangesproken door de verdachte. Hij wil informatie over de rijtijden van de metro. De vrouw verwijst de man naar het metropersoneel dat dan volop aanwezig is. De beide vrouwen die gingen weer weg, maar kregen de man achter zich aan. En voordat ze het wisten, greep de man bij een van de vrouwen, de 23-jarige, bij haar billen. Nou, daar was ze uiteraard niet van gediend. Hetzelfde man probeerde dat bij de tweede vrouw misschien ook nog te doen. Hij maakte in ieder geval wel een beweging richting haar, maar zij wist hem weg te duwen. Nou, uiteindelijk bleef het dan bij 1 aanranding, want daar hebben we het over. Ja, wij zoeken deze man. We hopen dat er iemand is die deze man dus herkent of weet wie het is, of andere informatie heeft die ons naar hem toe leidt. Want 1 ding staat vast, deze man die willen we gewoon zo snel mogelijk arresteren. Dus help ons daarbij. Wie is deze aanrander? Bel 0800 6070 of meld misdaad anoniem 0800 7000. Of stuur een DM via onze sociale media.